Je luistert naar een Aardrijkskunde podcast, hoofdstuk 3 voor de methode Wereldwijs voor het VWO. En dit is landschapszones en klimaat, paragraaf 6. In paragraaf 1, 2 en 3 werd er gesproken over transport van warmte, waardoor verschillende klimaten ontstonden. In paragraaf 5 zijn we ingegaan op het cupsysteem, dus over klimaten. En nu gaan we in op landschapszones. En dat is wel anders dan een klimaat. Dus daarom staat er ook landschapszones en klimaat. Het heeft wel met elkaar te maken natuurlijk, maar daar zit een verschil in. En dat is wel een belangrijk verschil. Om tot een landschapszone te komen moet je weten wat geofactoren zijn. Dan gaan we kijken wat landschapszones zijn. En dan waar komen deze landschapszones voor op aarde. Dan wat is de invloed van water op de plantengroei, want water is een geofactor. En tot slot, waarom zorgen glacialen en interglacialen voor een verandering van de landschapszones? Te beginnen dus met landschappen. Een landschap, lees mee, bedoelen we de waarneembare samenhang van een gebied zoals deze is ontstaan. En dan kijk je naar de volgende geofactoren. En dus geofactoren zorgen ervoor dat het landschap gemaakt wordt. En dan is van belang, is er relief, is er hoogteverschil, bestaat het uit vastgesteente of uit losgesteente, kan het eroderen, kan het ergens sedimenteren, nou, allemaal dat soort factoren. Vervolgens is het klimaat en de lucht is ook van belang. Heb je een regenachtig klimaat, dan heeft dat meer invloed op het landschap. Waait het te veel, dan heeft dat ook invloed. Dus dat is een belangrijke geofactor. Vervolgens wordt er naar de bodem gekeken. Is de bodem vruchtbaar? Zitten er mineralen in? Kan het zorgen voor dat er vegetatie kan ontstaan? Dan het belangrijkste eigenlijk als leven op aarde. Water, vorm van water. Zonder water geen leven. Vervolgens is een geofactor de plantenwereld. Want kijken naar planten. Heb je planten, dan heb je evaporatie of transpiratie. En daardoor ontstaat bijvoorbeeld in een tropisch regenwoud elke middag een regenbui, mede door verdamping dat via planten gaat. Dus dan heb je wel een klimaat en een landschapszone beïnvloed door de plantenwereld. Daar hoort er natuurlijk ook de dierenwereld bij en even apart de mens. Want landschapszones worden dus ontwikkeld door klimaat, gesteente, relief, water, bodem en plantengroei. Alleen de mens heeft in principe invloed op alle andere geofactoren, aangezien wij ook het landschap veranderen. Als we gaan kijken naar landschapszones en waar vinden deze landschapszones plaats op aarde, dan lijkt dat op het klimaat, de klimaatsindelen van cupen. Alleen het gaat natuurlijk ook over de plantengroei. Dus als we het hebben over landschapszones, hebben we het niet over klimaten. Klimaat is een onderdeel daarvan. Nou, rond de evenaar hebben we de tropische zone. Daar zie je als vegetatie tropisch regenwoud, vervolgens moezonbos en savanne, dus wat meer struiken en wat bomen die tegen weinig water kunnen. Iets hogere breedte heb je de aride zone. Dat komt omdat je daar het hoge drukgebied hebt van de Hadleyzeil. Dus dan heb je droge lucht wat daalt. En dus weinig neerslag. En dan heb je het over woestijn of eventueel grassteppen. Iets hoger kom je op de subtropische zone. En daar is het al het gedeelte dat het zeeklimaat deelt. Want de subtropische zone is eigenlijk wat wij verstaan onder Middellandse Zeegebied. Althans, het landschap met mediterrane vegetatie. Dus vaak wat vettiger. Of citrus. Denk ook aan olijfbomen. Hebben minder water nodig. En het is te vrij warm en met een droge periode vaak. En dat is ook van invloed op de vegetatie. Iets hoger komt de gematigde zone. En dan hebben we het over het loofbos. Hè, dus het bomen die hun blad verliezen gedurende het winterseizoen. En vaak dat het hele jaar door regent. Daar is een DF-klimaat, dus landklimaat, zit daarbij. Maar dat is ook een beetje een scheidingslijn van, hoort dat nou bij een boreale of een gematigde zone? Want je ziet dat het in beide zones voorkomt. Het grote verschil is dat er een overgang is van
loofbos naar naaldbos. Dus je kunt best een DF-klimaat hebben wat vrij koud is en dan toch overheersend loofbos. Terwijl bij een boreale zone is een DF-klimaat overheersend naaldbos. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld in de bodem permafrost, dus dat de bodem constant bevroren is. Dat heeft natuurlijk ook van invloed op de zone. Tot slot hebben we het over, naar de boreale zone, hebben we het over de polaire zone, waarbij je het hebt over een tundra-klimaat en over permafrost en zelfs geen vegetatie. Nog even een klein beetje een beeld erbij. Tropisch regenwoud, de savanne, mediterrane landschap, ons klimaat, een beetje onze landschapszone, dan naaldwoud en vervolgens polaire zone. Van belang is de waterbalans in een klimaat. En dit is dus essentieel als het gaat om plantengroei, want dan kan het blijven bestaan. Dus als we gaan kijken naar het totale plaatje, dan zie je dus neerslag. En vervolgens heb je verdamping en transpiratie en afstroming via het oppervlaktewater. Nou, binnen een landschapszone is het van belang dat dat in evenwicht is. Het uitleggen van een waterbalans is niet zo heel moeilijk. Het is wat komt er binnen, wat gaat er weg. Maar belangrijk is de hoeveelheid en dus het bijbehorende klimaat wat er ontstaat door bijvoorbeeld verandering van vegetatie. Dat moet je gewoon goed weten. Goed, tijd voor wat ijs. Dus de vraag, is het tijd voor wat ijs? Want we leven in een interglaciaal. Dus niet dat dit de warme normale periode is, maar geologisch gezien hebben we het over een tusseneistijd. Dus eigenlijk is dit de warme periode binnen de ijstijden. En wat is dan normaal, dit warme of de ijstijd? Maar goed, dat is een voor andere discussie. Als we gaan kijken naar de ijstijd en daar waar het ijs was en welke klimaten er waren, dan zie je heel duidelijk dat het poolklimaat, dus de polaire zone, dat die naar het zuiden is geschoven. Dus de polaire zone was gewoon tot in Nederland was dat aanwezig. Dat wou niet zeggen dat er bijvoorbeeld geen toendra was en geen grasland, geen steppen, geen maritieme zones. Alleen dat schuift dan in elkaar. Normaal gesproken heb je een goede verdeling vanaf de evenaar tot aan de polen. Maar als de polaire zone zich uitbreidt, dan schuiven dus die andere zones in elkaar. Dus eigenlijk het klimaat wat Nederland nu heeft, was tijdens de ijstijd in Spanje en in Marokko. Alleen dat schuift langzamerhand omhoog. En nu is het zo, omdat het warmer wordt, zie je dus heel duidelijk dat wij langzamerhand steeds meer facetten krijgen van het klimaat van bijvoorbeeld Frankrijk. Dus ijstijden komen en gaan en klimaten en landschapszones schuiven mee. En als dat maar langzaam genoeg gaat, dan kan het zich aanpassen en gaat het langzaam mee. Zijn we weer aan het einde gekomen van deze paragraaf. Dus geofactoren, belangrijke landschapsvorming. Kijk naar wat landschapszones zijn, dat niet hetzelfde is als klimaat, maar dat klimaat daar een onderdeel van is, dat het veel meer is dan dat, dat je ook gaat kijken naar de plantengroei en de bodem. En als het klimaat verandert, wat er dan gebeurt met de landschapszones. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, David Pijpaard, en blijf op de hoogte van alle andere podcasts die voor aardeskunde en voor je examen zullen verschijnen. En dan wens ik je succes met het leren.